Vriendin Doetinchem. Ja. Ja. Ja, dit is voor jullie natuurlijk ook geen nieuws. Nee, natuurlijk is het geen nieuws. Nee, want jullie wisten dit ook al een hele tijd. Jullie zagen het met mijlen aankomen. Het ontslag van Robbermond. Ja, moet je eens luisteren. Het zegt mij niet zoveel, Robbermond. Ik weet er niet zoveel van. Maar ja, het ligt waarschijnlijk aan mij. Maar het ging al een hele tijd niet goed. Daar op de Vijverberg. En ik maakte me ook al zorgen. Want jullie weten het. Maar ja, ik ben ook een beetje de graafschap en superboer en noem maar op. En ja, en ik... Luister, jullie doen niet eens mee om de bovenste plaatsen. In die keukendivisie, nee. Daar staat er, weet ik veel, Emmen, Volendam, Excelsior, weet ik veel wie er allemaal meedoen. Maar geen de graafschap. En er werd ook behoorlijk wat verloren de laatste tijd. En ik dacht bij mezelf, oh, wanneer wordt daar eens ingegrepen? Wat gaan we daaraan doen? Waarom doet de graafschap niet bovenin mee? Zo'n groot club. Ja, dat is het. En die moet gewoon meedoen daarbovenin. En die moet ook gewoon terug naar de eredivisie. Dat is toch duidelijk. En dat gebeurt op dit moment helemaal niet. Dus, en dat komt gewoon omdat er de laatste tijd toch niet de goede trainers hebben gezeten. En nou denk ik te weten wie het moet gaan worden. Ja, dat kan niet direct, maar voor volgend seizoen. En ik wens hier geen tegenspraak over. Op of over, hoe u dat ook zegt. Ik gewoon doen daar in Doetinchem. Doe wat ik zeg. Je pakt de auto en je rijdt naar Rotterdam. Want ik heb niet zo lang geleden nog gelezen van Henk Vrezer. Want die zegt, als er een club is in Nederland waar ik dolgraag zou willen werken, dan is dat de Graafschap. Hij zegt, dat is een club met een prachtig stadion. Klopt. Hij zegt, dat is een club met geweldige supporters. Dat klopt. Hij zegt, dat is een club die ademt voetbal. Dat klopt. En elke keer als hij daar is, die Vrezer, dan zegt hij, wauw. Ja. En dacht hij bij zichzelf, oh, hier zou ik eigenlijk wel willen werken. En ik ken Henk Vrezer. En Henk Vrezer is gewoon heel erg geschikt voor de Graafschap. De Graafschap en Vrezer, die zijn gemaakt voor elkaar. Dat weet ik zeker. Want die Vrezer, die heeft ook die pit. En die heeft ook die energie. En die heeft ook de drive. En die voelt exact zo'n club als de Graafschap. Die voelt die exact aan. Dus, vrienden, wat gaan we doen daar op de Vijverberg, daar in Doetinchem? We gaan dus als een speer, wat ik al zei, naar Rotterdam. En leg onmiddellijk die Vrezer vast.